Cholesterol is een vetachtige stof in je lichaam. Een stof met een slechte reputatie. En dat is onterecht. Want je hebt cholesterol nodig om je lichaam te laten werken. Cholesterol zorgt onder meer voor de aanmaak van cellen en het is een bouwsteen voor hormonen zoals vitamine D. Je lichaam maakt zelf cholesterol aan in de lever, net genoeg om te functioneren. Maar je kan ook cholesterol binnenkrijgen via voeding. Om cholesterol te kunnen vervoeren doorheen het lichaam, binden cholesterolmoleculen aan eiwitten. Zo kunnen twee types cholesterol gevormd worden, LDL en HDL. LDL is wat de meeste mensen slechte cholesterol noemen. En HDL is wat de meeste mensen goede cholesterol noemen. Die goede en slechte cholesterol zijn domme termen. Want ook de zogenaamd slechte cholesterol heb je echt nodig. Maar te veel LDL, slechte cholesterol, kan aan de wand van de bloedvaten blijven plakken, waardoor die kunnen dichtslippen. Dat kan tot ziektes of zelfs een hartaanval leiden. Het andere type cholesterol, HDL, de goede, voert het teveel aan cholesterol dat niet door het lichaam wordt gebruikt, af. HDL beschermt het lichaam dus tegen hart- en vaatziekten. Hoe meer cholesterol je opneemt via voeding, hoe meer LDL-cholesterol je lichaam aanmaakt. Eieren, boter en rood vlees eet je beter niet te veel. Gezondere alternatieven met weinig cholesterol zijn bijvoorbeeld vette vis en peulvruchten. En er bestaan ook voedingssupplementen die het cholesterolgehalte kunnen verlagen. Maar je kan ook gewoon pech hebben en van nature veel cholesterol aanmaken, ook al eet je gezond. Dan is er gelukkig de geneeskunde en kunnen we deze mensen helpen met cholesterolverlagende medicijnen.